In deze serie date ik met mensen die jij misschien niet zo snel tegenkomt. Abonneer je op ons kanaal en laat in de comments weten wie jij hier wilt zien zitten. Deze week date ik met Sanne en Dave. Zij doen aan cuckolding, een vorm van BDSM waarbij een vrouw seks mag hebben met andere mannen en haar partner daar opgewonden van raakt. Meedoen of kijken? Meedoen. Seks met 1 of met 10? 1. 10. Is vreemdgaan neuken of zoenen? Zoenen. Zoenen. Tower Bridge of Double Penetration? Double. Nooit meer seks of nooit meer bij elkaar? Nooit meer seks. Ja, seks. Hebben jullie aan elkaar niet genoeg? Jawel, zeker wel. Zeker. Voor ons is cuckolding eigenlijk dat hij mij graag ziet met andere mannen. Maar hij heeft nog altijd wel de macht en hij kan nog altijd meedoen wanneer hij zin heeft. Of hij kan zich terugtrekken wanneer hij zin heeft. Hij kan dingen zeggen van, oh, dat wil ik nu eens graag zien. Of doe deze nu eens. Of mij van die opdrachtjes geven of zo. En dat is meer onze soort kukkelt. Ja, onze beleving daarin. Ja. Ik zit nou ook even te denken van, wat is dan het verschil tussen kukkelt en een gangbang? Eigenlijk zeg maar, bij een gewone gangbang zal ik altijd meedoen. Bij een kukkelt kijk ik. Ja. Hoe dat zij seks heeft met anderen. En in hoeverre speelt eigenlijk vernedering bij jullie een rol in het cuckolden? Dat is niet onze richting die we zoeken of willen beleven. Of... Ja. Is dat ook helemaal totaal geen ding in de cuckolden? Dat is wel in cuckolden. Oh. Heel erg, hè? Ja. Dat ze vast worden gestoken in een klein kooitje of zo. Of onder het best worden vastgestoken, waar dat de vrouw bovenop bezig is, bijvoorbeeld. Oh, ja? Gekleineerd, echt met woorden, heel verbaal. Die dingen, penis kooien. Maar gewoon die manier van cuckolden, dan is de man dus helemaal niet in charge. En die wordt juist dus heel erg vernederd. Ja, en jij echt, voelt heel krachtig eigenlijk. En echt buitengesloten. Hè? Maar het is dus niet een soort van geiligheid dat zij dan bijvoorbeeld even de klep moet houden en gewoon even geneukt moet worden. Bijvoorbeeld. Dus dat jij echt ervoor kiest van, wij gaan gewoon even niet communiceren. Jij doet nu gewoon maar even... Dat gebeurt soms, hè. Ja, je denkt soms van, wel. Nee, soms babbel ik iets te veel. Van, stuk daar een lul in. Ja. En dan gebeurt dat ook effectief. Oh, in de mond? Ja. Kan je alsjeblieft even een lul in de mond steken? Ja. Zoiets, ja, inderdaad. Dan zwijgt hij wel. Dave, deze is dan voor jou. Hoe kwam je er eigenlijk achter dat je een cuckold bent? Ja, ik had het idee van dat mij wel zou opwinden. En dan zijn wij eigenlijk begonnen. Ik heb dan tegen haar gezegd, ik wil het eens proberen. Ik dacht, wat hè? Ja, echt? Ik dacht dat ik ook een gedachte had van, is die nu serieus? Maar naarmate dat je dan verder begint te sturen, was het wel duidelijk van, oké, hij vindt deze echt wel iets. Het is echt wel een fantasie van hem. En dan zijn wij eerst begonnen met een trio. Nog geen cuckold. En dan na een tijdje 2 mannen, 3 mannen. En dan begon ik mij zo wat afzijdig te houden en haar bezig zien. Dat was wel eigenlijk de ultieme opwinding die ik dan beleefde. En hoe voelde dat voor jou, dat hij dan steeds meer afstand neemt? Maar in het begin was dat wel heel erg wennen van. En dan miste ik hem wel, want normaal gezien was hij in het begin altijd een armlengte weg. Of ik was dan iemand aan het pijpen en ik deed mijn hoofd zo en dan... Ja. Dan zag ik hem. En nu met dat hij zo rondloopt, heb ik vaak ook zo van... Shit, waar is die? En dan zit ik rond iedereen zo rondkijken. En van, ah ja, daar. Of, wat ik ook... Daar moet ik nog steeds aan wennen. Is dat ik ineens een hand voel. En die doet iets. Wat dat normaal gezien niet mag. En dan kijk ik ook heel rap rond. En dan moet ik echt zien dat hij dat is. Want anders... Want we hebben bepaalde grenzen die hij mag en anderen dan niet. Wat is er wel en niet toegestaan? Wat zijn de regels? Mijn pijn doen. Kussen. Kussen is voor mij ook een... Ja. Dat doe ik niet. Dat is te intiem. Ja, ja, het is gewoon het fysieke wil je, maar niet het persoonlijke. Ja. Ja, dat is goed gezegd. Ja. Wat zijn een beetje de dingen die jij voor jezelf hebt bedacht? Heb je bijvoorbeeld een max aan aantal mannen of zo? Praktisch gezien... proberen wij dan altijd wel rond een 6 te houden, omdat, het mag meer, hè, maar dan heb je meer het gebeuren van groepjes, dat er daar staan te wachten en daar staan te wachten, omdat gewoon, ja, ik ben klein en ik heb maar zoveel gaten en ik heb maar zoveel handen, dus ik kan niet met iedereen tegelijk bezig zijn, continu. Hoe verloopt een cuckoldingavond? Ik stel het voor, zij stelt het voor.
En dan beginnen we te organiseren. Mannen ronselen. We hebben al wel een groepje van een paar mannen waar we dan een berichtje naar sturen die normaal wil komen. Mm-hmm. En dus ja, die komen dan nog en dan zoeken we gewoon bij. En dat gaat gewoon via websites of een oproepje plaatsen? Of... Ja, ook. En wat zeggen jullie dan? Wie heeft er zin in een avondje kukkelen? Nee, we zetten er altijd op wie, dat we mannen zoeken voor een gangbang. Ja, een oproep is gangbang, maar wij maken we dan een kukkel. Is dan de plek eigenlijk voornamelijk bij jullie thuis? Ja. Altijd. Waar denk je dan aan als je die aanmeldingen ziet? Waar letten jullie op bij de mannen? We vragen altijd leeftijd, gewicht, lengte, regio en de centimeter. Oh ja? Ja. Want wil jij graag groot of klein? Wij willen graag groot. Ja? Jullie willen graag groot. Ja, inderdaad. Ja. Oké. Okay. We hebben ooit eens iemand over de vloer gehad en je moest hem zoeken tussen... Dat was een walrus op de zetel. Ja, okay. Zo noemden we het. Ja, dat was echt een walrus, maar die had ook gelogen. Ja, oké. Okay. Dus wij vragen ook altijd een foto. Om te zien van, is het echt wat dat... Want, allee, het is niet prettig voor mij ook niet als ik op iemand moet gaan zitten en ik kan niet eens met mijn knieën aan de zetel of zo. En stel nou, er staat een avond gepland. Ik ben gewoon heel benieuwd hoe dat dan begint. Dat gaat heel gemoedelijk. Ik ben er ook nog niet altijd helemaal klaar voor. Bij mij moet ook altijd, ik wil ook een beetje zien wie dat er is. Ik heb het ook niet graag dat iemand nog toekomt als we bezig zijn. Iedereen moet ook komen, iedereen geeft wat te drinken, iedereen wast sowieso zijn handen en frist wat op. En die mannen die praten ook echt onder elkaar. Dan doen we daar ook altijd eerst gewoon een babbeltje mee. En ik heb zo een teken dat ik aangeef als ik er klaar ben. Ik zit dan op de zetel en ik ga in één keer... Paf, achterover liggen, ik rek mijn eigen uit en dan weten ze meestal van ja, oké. Okay. Oh ja, dat is het signaal. Als jij dan ineens zo raats naar achter gaat. Ja, en ik rek mijn eigen uit en dan ben ik er klaar voor. Wat doe jij in de tijd dat andere mannen jouw vrouw aan het neuken zijn? Kijken en genieten natuurlijk. Nee. Ik zorg voor haar, dat ze alles heeft. Maar het is wel voornamelijk kijken. Of ben je ook met jezelf bezig? Soms. Want waar kijk jij bijvoorbeeld naar? Kijk je veel meer naar... haar blik of kijk je veel meer naar hoe de actie gebeurt? Dat zijn de twee dingen die je opnoemt. De blik en de actie, wat er gebeurt. En soms het afzien. Wat zei je? Soms het afzien, dat vind je ook leuk. Ook ja, als het dubbel genoekt wordt of zo, is het ook wel leuk dat je eens even die grimassen ziet. Ja. Oh ja. Ja, daar ben ik ook wel gek op. Ja, dat je dan denkt van, oh ja, het mag wel even moeilijk zijn. Ja, tuurlijk. Probeer je elkaars blik de hele tijd te hebben of... Kijk je soms ook wel eens expres weg van hem? Soms kan ze mij niet aankijken, want soms ga ik langs de achterkant kijken wat er tussen de benen allemaal gebeurt. Maar als hij zo in mijn gezichtsveld zit, dan kijk ik naar hem. Mm-hmm. En als ik zoiets heb van, oké, ik denk wel dat hij deze heel leuk vindt om te zien, dan kijk ik om en dan zoek ik hem wel en dan wil ik weten hoe dat hij kijkt. Ja, maar jij geneert je dus ook niet, tenminste, dat zou ik misschien hebben... dat ik me dan een beetje geneer naar die andere mannen toe. Nee. Dat je zo zit te kijken. Nee. Dat boeit jou echt helemaal niks. Nee. Dat daar nog altijd. Ja. Oh ja, jij staat daar echt ver boven gewoon. Ja. Misschien zou een man kunnen denken, omdat die dan bezig is met jou, dat die soort van aan het winnen is of de baas is. Maar het mooie vind ik dat terwijl jij kijkt, sta jij daar altijd nog boven. Ja, in principe wel. Ja. Die man kan denken wat hij wil. Het is goed dat hem dat denkt. Dan is ze hem ook losser en dan nemen ze initiatief ook, hè? Ja. Ja, want ik spoor ze ook soms wel aan, de mannen. Van, kom aan, hè? Oh, actie, ja? Hè? Ja, dan ben je de coach. Laat u maar eens gaan, hè? Ja. Vandaag is te doen, nu morgen. Ja, maar ik denk ook dat een fijn gevoel is. Want dan ben jij dus degene die het aanspoort. Ja. Ja. Als ik het wil zien, wil ik wel dat het... Ja. Ja, de mannen staan ook in dienst van jou. Harde, ja, er mag wel goede harde seks vertoond worden. Ja. Zij heeft het graag, ik zie het graag. Stel, jullie zijn helemaal leuk gezellig bezig met z'n allen. Wat doen dan ook die andere mannen de hele tijd? Sommigen staan aan een pik te trekken. Ja. Ja. En ook zo wat de opwinding zoeken. Voordat ze erbij komen, willen ze ook wel dikwijls stijf zijn. En dan zijn ze wel allemaal bezig mee samen. Ja, dus iedereen is eigenlijk de hele tijd een beetje om jou heen. Ja. Aan het staan en zichzelf een beetje hard aan het houden. En dan gewoon aan het hopen wanneer ze iets bij je mogen. Ja,
Totdat ik zeg, ik las ook dan pauzetjes in, dat ik even iets kan drinken, even naar het toilet, even een sigaret kan roken en zo. En dan moet dat soms, moet dat wel terug weer opgebouwd worden om dan terug te beginnen. En na het hoogtepunt is ook wel van, leg hier een kussen neer en de vijf mannen gaan er in een kringetje rondstaan. En ik moet er gaan zitten. Oh ja, op dat kussentje. Ja. En dan komen ze allemaal over je heen. Ja. Ze komen, nee, dat is te... Allee, willen we. Ze komen, maar... Ze komen niet klaar. Dat is nog niet gelukt. Oké, hoezo niet? Krijgt hij maar eens allemaal tegelijk klaar, hè? Wat wij thuis doen is geen pornofilm. Ja, in de films kan dat allemaal. In de realiteit is dat in van de realiteit anders. Is het echt helemaal anders. Ja. Helemaal anders. Ja, dan komt denk ik iedereen ook een beetje op zijn eigen moment misschien. Of sommige meer, of sommige meerdere keren. Ja, want hoe komt überhaupt zeg maar, de avond tot een einde? Ik voelde aan haar. Je stopt al eens een keer meer. Oh, ik kan nog eens een sigaretje roken. Ik wil wat drinken. Naar het wc. En dan... Dan ga ik achterna en dan zeg ik van, het is zover. Ja. En dan wordt de stilletjes aan afgerond. Dan gaan ze nog wel eens even naar de zetel, nog wat spelen en zo. Dat geeft ze ook aan van, mannetjes, het is bijna over, want ik ben echt wel moe. Ja. Mm-hmm. Hoe is het met Koesje? Want inderdaad, hoe lig jij met haar in bed? Als je dan lig je dus met je vrouwtje lig je weer in bed en je knuffelt er, maar... Ja, jij bent dan gewoon door allemaal mannen ben je geneukt. Is dat dan nog een soort van gevoel voor jou? Als ik haar dan achteraf nog neuk of vinger of bef of knuffel. Ik heb geen enkel keer het moment zo van, just even daar vijf mannen aangezeten. Nee. Die zijn weg, dat is gebeurd, feestje is afgelopen, nu zijn wij terug. Ja, en nu zijn wij weer helemaal samen. Mm-mm. Ja. Hebben jullie wel eens gehad dat een avond echt mis is gegaan? Dus dat het gewoon totaal verkeerd is gelopen? Ja, dat was nog tijdens de corona. Dus iedereen moest voor 11 uur bij ons zijn en kon pas na 5 uur... Weg. Bij ons buiten. Ja. En er was een man en die was eigenlijk best vervelend. Maar gewoon het spel en ik kwam uiteindelijk bij hem en ik ging op hem zitten. En hij steekt een vinger in mijn kont en hij trekt omhoog. En ik zeg, auw, dat doet pijn. En die zei, nee, dat is niet waar. Oh, ik heb mijn kleren aangedaan. Ik zeg, nu is het klaar. En de avond was voorbij. En de avond was gedaan. En ze hebben daar echt nog een paar uur moeten zitten. Hè. Die heeft aan de tafel. Ging die aan tafel zitten, ging die spelletjes op zijn gsm spelen en zo. En dat is dan sneu voor die andere mensen. Maar je gaat me niet vertellen dat ik geen pijn heb. Sanne, voel jij je wel eens schuldig? Ja, soms wel. Ook weer dat van... als hij die jaloezie toont, soms, dan voel ik me wel schuldig. Omdat je meer aandacht aan één of twee hebt besteed in plek van de rest. Gewoon omdat je dat weet van elkaar. En soms voel ik mij ook schuldig omdat ik iets te vaak een pauzetje inlas om te roken of zo. Maar daar heb ik wel vaker last van. Maar voor de rest... Het is dus niet dat je je schuldig zou kunnen voelen dat je bijvoorbeeld zo lekker wordt geneukt of geniet. Dat je dan denkt van, ik voel me schuldig als jij naar me kijkt van, want ik heb het zo lekker nu. Nee, want hij weet ook dat hij dat nog altijd overtreft. Ja. Dat gaat niet. Ik zal ook niet klaarkomen bij een andere man, maar bij hem is dat... Heb jij nou iemand die je hier graag zou willen zien? Laat het dan weten in de comments. Ben je benieuwd naar het hele gesprek? Check dan onze podcast en vergeet niet te abonneren en de video even te liken. Nou, dat was hem. Hey, houden jullie eigenlijk van een hard gekookt ei of een zacht gekookt ei? Zacht gekookt. Zacht? Hard, ja?